ben je bij deze organisatie terechtgekomen? Nou, dat is een goed verhaal. Via mijn vrouw eigenlijk. Want mijn vrouw die heeft hier 4 jaar voor gewerkt in Brussel. Ja. Zo kende ik die organisatie. En zij is voor deze organisatie uitgezonden naar Congo. En toen werd ik voor Buitenlandse Zaken uitgezonden naar Congo. Dus toen zat ik bij Buitenlandse Zaken. Zij bij deze organisatie, Search for Common Ground. Op een gegeven moment is zij daar weggegaan. Bij Koord Eten begonnen, de katholieke organisatie. Toen ben ik bij Search for Common Ground begonnen. Nou geef jij leiding aan de organisatie voor Centraal- en West-Afrika. Ja. Met hoeveel medewerkers doen jullie dat? Ja, in mijn regio hebben we ongeveer 250 medewerkers. Verspreid over 10 landen. En meestal hebben we 2 à 3 kantoren per land. Dus 25 kantoren. En zijn dat dan vooral Afrikanen? Of zijn dat ook juist internationaal personeel? Ja, het is een mix, hè, maar het overgrote merendeel, 90%, is volgens mij Afrikaan. Maar we hebben een aantal specialistische functies. Bijvoorbeeld tv-producer. Dat is toch niet een capaciteit die nog veel Afrikanen hebben. Daar hebben we dan een buitenlander zitten. Maar ook op een aantal financiële posities om toch de bonnetjes te controleren. Hebben we ook buitenlanders zitten. Dus het is een mix. We hebben 2 hoofdkantoren. Eentje in Amerika, eentje in Brussel. Ja. En dan hebben we in allemaal landen kantoren. Dus we hebben kantoren. In Congo hebben we 6 kantoren. In Nigeria 3. Dus we hebben heel veel kleinere kantoren. Maar goed, toen was je in Congo. En toen maakte je allerlei reizen. Voor Search for Common Ground. Ja. En toen bedacht je op enig moment van... ik ga een boek schrijven. Of is dat te kort door de bocht? Nee, daar komt het eigenlijk wel om neer. Op een gegeven moment zat ik in een ver dorp. En het was midden in de stroom viel uit. Er was überhaupt geen stroom. En ik had zoveel meegemaakt die dag. En het was donker. En ik dacht, ja, ik kan niet slapen. Ik moet dit van me afschrijven. En het was de dag dat ik echt voor het eerst in mijn leven echt een zwaar ondervoed kindje had gezien. Die hebben dan echt helemaal van die brandplekken eigenlijk. Van te weinig eten. En dat maakte wel een hele heftige indruk op mij. En gelukkig werd dat jongetje gered. Hè, met wat van die krachtkoekjes. Waar superveel in zit. Hij had ook kunnen sterven als dat er niet geweest was. Toen dacht ik van ja, er is veel gedoe over die ontwikkelingshulp. En er blijft aan de strijkstok hangen, dat weet ik allemaal. Maar er worden ook wel mensenlevens mee gered. Maar was je toen al werkzaam dan voor Search for Common Ground? Nee, toen zat ik nog bij de ambassade. Ik was op ambassade, moest ik ook vaak op reizen om te monitoren. Hè? Dus te kijken van nou, die financiering die we uitgeven, wordt dat goed besteed, ja of nee? En dat onderzocht je voor de ambassade, voor de Nederlandse overheid? Ja, voor de Nederlandse overheid. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik zeg in het boek ook. Hè? Van dat soms die hulp veel succesvoller is dan we hadden kunnen dromen. Maar dat het soms ook nog veel desastreuzer is dan we ons hadden kunnen voorstellen. Dus het gaat 2 kanten op. Ja, nou heb ik een hele voorlopige analyse. Maar lijkt het er een beetje op alsof de hulp bij de mensen, zeg maar, wel goed terechtkomt. Hè? Je geeft een mooi voorbeeld, een kind wat ondervoed is. Daar kan ontwikkelingshulp veel voor doen. Ja. Dus dat is een goede ontwikkeling. Maar als het gaat om internationale samenwerking, grote bedrijven die in Afrika werkzaam zijn, gaat het daar dan juist mis? Ja, wat ik eigenlijk heb gezien is dat er veel bedrijven toch problemen hebben met die grondstoffen en dat ze niet de goede procedures volgen om die grondstoffen uit de grond te halen. En ik heb dan met name op goud gericht. Ik heb veel goudmijnen bezocht, bestudeerd en gekeken van nou dat goud hè, wat daar gewonnen wordt. En dat zijn goudmijnen waar veel om gevochten is, waar kinderen werken, waar zwangere vrouwen onder zware omstandigheden werken. Waar komt dat goud nou terecht? En wat bleek nou dat goud, dat wordt omgesmolten in Zwitserland en dat komt ook gewoon op de Nederlandse markt terecht. Toen dacht ik van ja... We kunnen aan de ene kant wel helpen om die, als er weer gevochten is, om die vluchtelingenkampen te financieren. Maar als we ondertussen door blijven gaan met gewoon maar dat goud kopen, ja, dan is het eigenlijk dweilen met de kraan open. Nou, wat ik denk, wat je ziet, is dat er bij een aantal grondstoffen of producten er inmiddels keurmerken zijn. Hè? Je hebt de Mars Havelaar-keurmerk voor de koffie en dat Oetskapé voor de hagelslag. Allemaal heel erg goed en op zijn minst. En die zeggen van, wij kopen niet
bij plantages waar om gevochten is. We zorgen dat er toch een minimumloon wordt betaald. We zorgen niet dat er met giftige stoffen wordt gewerkt, of in ieder geval binnen de perken. Dus er zijn een soort van minimum eisen. En bij een aantal grondstoffen zie je dat nog helemaal niet. Dus mijn pleidooi eigenlijk is ook om dus die keurmerken niet alleen op koffie en thee te doen, maar over te laten stappen ook naar goud, diamanten, zilver. Ja. Het is verschrikkelijk lastig, hè? Want dat is ook heel makkelijk te smokkelen natuurlijk. Hè? Je kan het in een vis stoppen, bij wijze van spreken. Niemand die het doorheeft en er komt zo de grens over. Dus het is niet makkelijk, maar dat betekent niet dat je het niet moet doen, volgens mij. Nee. Search on Common Ground doet eigenlijk heel andere dingen, hè? Dat is eigenlijk een heel andere tak van sport, zou ik haar zeggen. Ja. Nou, wat je dus ziet in een land als Congo, hè, er zijn natuurlijk heel veel zieke kinderen, maar het is ook een zieke samenleving. En wat ik daarmee bedoel is dat de verhoudingen tussen de verschillende groepen enorm verziekt zijn. Hè, je ziet dus dat er heel veel wantrouwen is tussen nog steeds de Hutus en de Tutsis, om maar één voorbeeld te noemen. En Search for Common Ground zet zich heel erg in om juist dat wantrouwen en die vooroordelen weg te nemen. En we gebruiken daar met name dus de radio's en de tv's voor. We maken soap opera's. En dan moet ik denken aan soap opera's zoals wij dat kennen. Goede tijden, slechte ja, tijden. Ja, goede tijden, slechte tijden. Met wat spanning en sensatie en een beetje seks. En hoe dan bijvoorbeeld een Hutu meisje en een Tutsi jongen elkaar op elkaar verliefd worden. De familie die eerst tegenwerkt, maar uiteindelijk dat dan toch accepteert. Dus je ziet al die obstakels die ze moeten overwinnen. En dat geeft de Tutsi-kijkers een inzicht in hoe de Hutus-familie ze werken en vice versa. En dat is natuurlijk het hele idee, dat als je dat maar wat inzichtelijker maakt en bekender maakt, dat er dan al minder vooroordelen zijn. Ja, dus zeker. We hebben dus twee soorten soaps. Voor de steden hebben we soaps op de tv's. Want dat is gewoon toch het meest populaire in de steden van Afrika. Voor het platteland daarentegen, omdat je toch voor twee echt wel elektriciteit nodig hebt. En vaak is elektriciteit nog een probleem. Voor het platteland doen we de radio-uitzendingen. En je ziet heel veel van die Afrikanen met zo'n radio-transistor-Porsche of met hun telefoontje waar ze dan ook radio op kunnen luisteren. Dus we proberen dat toe te spitsen op de communicatiemiddelen, de media, dat ze tot zich nemen. Maar dat betekent wel gsm-netwerken, geen stroom? Ja. Okay. Ja. En dan heeft er één iemand in het dorp heeft zo'n zonnepaneel. En dan kunnen mensen betalen en dan mogen ze hun telefoon opladen. Search for Common Ground doet dus dat soort projecten. Maar ook nog andere dingen? Ja, dus naast het mediawerk doen we ook veel directe bemiddeling. Dus in Congo waren we zeer actief betrokken bij een niet-aanvalsverdrag tussen twee verschillende stammen. Ja, dat klinkt misschien gek, maar er wordt echt nog in die oerwouden, daar worden echt tussen stammen, wordt er stammenstrijden uitgevoerd. Wij zijn wel instrumenteel geweest om proberen die groepen bij elkaar te brengen. En daar zijn echt honderden doden gevallen, waren 150.000 vluchtelingen. We hebben die stammen bij elkaar gebracht, een radiootje gebouwd. En om uit te zenden naar al die vluchtelingenkampen van jongens, er is vrede, kom weer terug. En we doen alles wat met conflict te maken. Dus het gaat om conflictpreventie, hè? Mijn vader is dokter en die zegt altijd, voorkomen is beter dan genezen, toch? En daar richten we ons heel erg op. Wij hebben proberen in landen zoals Nigeria, waar dat grote geweld van die Boko Haram is, proberen we te zeggen tegen mensen, wacht nou niet met ons te contacten. Of de politie te contacten, totdat die mensen begonnen zijn met een aanval. Jullie hebben ook je voelsprieten. Jullie weten dat als er altijd over een weggetje altijd auto's rijden en opeens zijn er geen auto's of geen brommers, dan weet je dat er iets aan de hand is. Dus we richten ons heel erg op dat early warning system, dus dat vroege melden systeem via sms. We hebben een grote database waar mensen dan de spanningen die ze zien of de signalen die ze zien aan ons doorgeven, zodat wij op tijd kunnen proberen te interveneren. Dus preventie is voor ons heel erg belangrijk. En het is wel een uitdaging. Waarom? Omdat vaak de dingen, als je een hartaanval vermeden hebt, dat weet je dus niet. De hartaanval is er niet, maar komt het nou door jou of komt het door iemand anders, dat weet je niet. Maar toch proberen we mensen daar heel erg bewust van te maken. Maar krijgen jullie geen feedback dan ook uit de samenleving? Dat je dus op een gegeven moment, je moet toch wel een gevoel krijgen van datgene wat we doen, dat komt ergens terecht. Ja.
Nou, dat zien we heel erg. En met name bij die, dan breng ik me weer terug bij die media-uitzendingen. We meten natuurlijk heel erg het resultaat. Nou, ten eerste van hoeveel mensen luisteren, maar ook wat nemen mensen mee van die uitzendingen. En daar zien we gewoon hè, dat mensen ja, zeggen dat ze veel beter de andere kant begrijpen, meer tolerantie hebben, dat ze geen probleem mee zouden hebben als hun dochter nu met een jongen van een andere stam trouwt. En dat zijn voor ons belangrijke indicatoren die uitwijzen van oké, ja, dit gaat de goede kant op. Nou heb je in je boek niet alleen deze problematiek aangekaart, maar je memoreert, en dat maakt het boek zo leuk, naar een aantal avonturen eigenlijk die je zelf hebt meegemaakt. Ja. Het is af en toe zelfs een beetje een, ik zou haar zeggen, een soort jongensboek, hè? Ja, dat hoopte ik wel. Nou, leuk om dat te horen. Ja, het idee is om een boek te schrijven hè, waarin ik ook gewoon mijn persoonlijke ervaringen beschrijf. Want dat is ook de reden dat ik het boek wilde schrijven. Ik wilde ook van me afschrijven al die absurde dingen die ik meemaakte. Dus het is een beetje een mix van echt, ja, je leert als het goed is, leer je wat ervan. Over hoe zo'n land als Congo vooruitkomt of niet vooruitkomt en wat wij eraan kunnen doen. Maar het moet ook wel een beetje leuk zijn om te lezen natuurlijk. Wat je ziet is het, als je het boek leest, is dat het gewoon, ik veel avonturen meemaak. Ik word een keer aangehouden door de veiligheidsdiensten. Op een gegeven moment moeten we met mijn familie moeten we zelfs het land uit omdat de rebellen te snel oprukken. Ja, er is behoorlijk wat spanning. Ja, het is een emotionele ervaring geweest, Congo. Ja. Het is gewoon heel leuk om in het Achterveld terug te zijn. Heel leuk, we hebben zaterdag een hele interessante sessie gehad op de Polgi in Achterveld. Waarin ik, het ging over Achtervelds activisme. Om te laten zien wat Achtervelders over de loop van de jaren allemaal voor Afrika hebben gedaan. En het was heel leuk, het was heel druk bezocht. We hadden 60 plekken, maar er waren meer dan 80 man volgens mij. En ik heb ze hun hart proberen onder de riem te steken. Te zeggen van ja, natuurlijk, af en toe gaat het mis. Maar laat het niet bij de pakken neerzitten. Volgens mij zijn we steeds beter geworden in die ontwikkelingssamenwerking en die internationale samenwerking. Dus vooral doorgaan zo.